Weer een auto in de vijver van het Takelhofplein. De A50 gaat komend weekend gedeeltelijk dicht. En in deze tuin in Balgooi is het al helemaal Halloween. Dit is het RN7 Regio Nieuws van woensdag 26 oktober. En we beginnen vandaag in de Wezenhof. Enkele weken geleden waren er in onze uitzending al enkele buurtbewoners te zien die het niet eens waren met de bouwplannen voor het nieuwe winkelcentrum. Inmiddels zijn er al veel meer bezwaren binnengekomen. Belangenvereniging Wezenhof heeft namens haar 173 leden een zienswijze ingediend over de nieuwe plannen voor het winkelcentrum in de Wezenhof. De voorzitter laat weten dat de leden ook losse mening mogen laten weten en dat hij ook al 24 zienswijzen van andere buurtbewoners heeft ontvangen die nog verstuurd moeten worden. Het bezwaar op de nieuwbouwplannen is vooral dat er geen participatie heeft plaatsgevonden. In de participatiebijlage van het plan staat alleen maar een opsomming van contactmomenten. Een automobilist is woensdagnacht in de fontein beland op het Takelhofplein in Nijmegen. De automobilist reed stadinwaarts op de Wiegense weg toen hij met zijn auto in het water belandde. Hij verklaarde de rotonde en de vijver niet gezien te hebben. Een blaastest wees uit dat de bestuurder niet onder invloed van drank was. Het is overigens niet de eerste keer dat een auto in deze vijver belandt. Dit gebeurde eerder ook op 19 januari en 30 november 2020 en op 11 augustus en 1 november 2021. Verder staat dit nog los van alle andere incidenten op het Takelhofplein. Voor vragen over de veiligheid van het verkeersplein was de gemeente woensdag niet bereikbaar. De gemeente Nijmegen laat weten dat er momenteel 3650 aanvragen voor energietoeslag openstaan en daar zitten minimaal 650 studenten tussen. Dit zijn aanvragen die eerder door de gemeente on hold waren gezet, omdat studenten uitgesloten waren van de energietoeslag. In totaal zijn er nu 16.000 inwoners die energietoeslag hebben ontvangen. De aanvragen van de studenten waren eerder op pauze gezet, tot duidelijk was of en wat Nijmegen alsnog voor de studenten ging doen. Dit deed ze tot 4 oktober bewust, zodat een aanvraag niet automatisch geweigerd zou worden en de studenten deze opnieuw moesten aanvragen. De komende dagen wordt er weer flink gegriezeld tijdens Halloween. Officieel vindt de feestdag pas maandag plaats, maar de meesten vieren het dit weekend al. Zo ook Uro Engelsen. Hij is opgegroeid in Amerika en heeft de Amerikaanse traditie meegenomen naar Balgooi. Nou, ik woonde in Amerika voor 56 jaar en daar is het een hele grote traditie om dit te doen. En ongeveer 5 jaar geleden ben ik teruggekeerd naar Nederland toe en ik heb de traditie gewoon meegenomen. Veel tijd insteden om dit allemaal op te zetten. Dit duurde ongeveer bijna een week. Nou, mensen vinden het heel positief. Voor ik eerst, toen ik de poppen op had laten staan 5 jaar geleden, kwamen mensen langs met de auto en die zagen het. En ze moesten stoppen, terugrijden en alles bekijken. De jaren daarna, langzaam kwam ik beter bekend met de Halloween. En er kwamen langzaam kinderen langs de deur. En het is zo gegroeid en het is echt wel positief geworden. I'll carve you for my treat. Nou, wij gaan zelf en mijn partner, wij gaan zeker verkleed. Dat doen we elk jaar. En dit jaar hebben we nog extra geesten bij ons, haar dochters. Die doen ook mee. Maar wat we zouden zijn, dat ga ik niet verklappen. Dat is een verrassing. Aankomend weekend is de snelweg A50 tussen Arnhem en Valburg in wisselende richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat zal dit weekend namelijk onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het wegdek. Tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg wordt verkeer omgeleid via de pleinroute in Arnhem, de A15, A325 en A12.
De eerste afsluiting is vrijdagavond al om 8 uur in zuidelijke richting. Het sportcafé in de Helster in Elst is sinds het begin van oktober gesloten en daar hebben sportverenigingen last van. Over Betuwe zoekt nog een beheerder voor het sportcafé De Oase in de Helster. Voor nu is Niels Paardenkoper, woordvoerder namens de sportverenigingen, in overleg met de buren van de tennisvereniging. Zij hebben een eigen kantine en ze hopen dat ze daar voorlopig terecht kunnen. De Sint Maartenskliniek in Ubbergen zamelt winterjassen in voor mensen die letterlijk in de kou staan. De actie sluit aan bij de naamgever van het gespecialiseerde ziekenhuis. De Romeinse Martinus van Tours scheurde namelijk zijn mantel in tweeën en gaf de helft aan een zwerver die het koud had. Dit gebaar leidde tot zijn heiligverklaring als Sint Maarten. De jassen die worden ingezameld moeten warm en schoon zijn en voorzien van werkende ritsen en of knopen. Tot 11 november kunnen deze worden ingeleverd bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Het was misschien wel het meest vervallen en armoedige deel van Nijmegen. Maar volgens velen was de sfeer er beter dan waar dan ook in de Waalstad. De oude benedenstad die na de jaren 80 vrijwel geheel is verdwenen. Een expositie van het regionaal archief Nijmegen toont de verdwenen benedenstad die nog altijd gemist wordt. Omroep Gelderland maakte hier de volgende extra lange reportage over. Dit was een gevaarlijk straatje. Nee, dat was niet zo best hoor, vroeger deze buurt. Er werd erg op neergekeken op de mensen van de benedenstad. Ik woon de vele jaren daar in de oude stad. De oude benedenstad in Nijmegen had zijn oorsprong in de middeleeuwen. Na de afbraak van de stadsmuren in 1874 verhuisden de rijke mensen naar de singels en trok het arme volk in de achtergelaten patricierswoningen. Met meerdere gezinnen per woning. Dus gezinnen wonen in één kamer van zo'n patricierswoning. Dus je kan je voorstellen hoe dicht op elkaar je daar zat, hoe erg het daar moet gestonken hebben. Het afval van elders stroomde er als het ware ook heen. Dat was natuurlijk het laagste punt van de stad ook nog eens. Anneke Bolhoeven woonde voor de oorlog met haar ouders op een turfschip aan de rand van de benedenstad. Het was ook armoede, want er waren de crisisjaren, net voor de oorlog. En de meesten waren werkeloos en die kregen een uitkering. En ze zeiden wel vroeger te veel om van dood te gaan en te weinig om van te leven. Het was meestal vochtig en er zaten ook veel wandluizen. Veel werd er niet verdiend en wat er aan loon binnenkwam ging grotendeels op aan drank. En er waren nogal wat van die kleine cafeetjes en dan ging het helft van wat ze verdiend hadden, ging op aan drank, zeg maar. En toch was de sfeer goed, hè? Ja, heel goed. Ze deelden ook alles. Ze deelden van hun armoede. De deur stond altijd open, maar er was ook niks om te jatten. Er was wel eens ruzie, maar dat was ook gauw bijgelegd. En op zijn ergst sloeg ze elkaar een blauw oog. Maar de andere dag was het vergeten. Maar het gemeentebestuur zat een beetje in zijn maag met dit stadsdeel. Zo blijkt uit stukken in het regionaal archief Nijmegen. Er worden dan rapporten aangeduid als onmaatschappelijken die verplaatst moeten worden naar nieuwe woonwijken. Een ander woord voor tokkies. Ja, precies. Nu zou je dat tokkies kunnen noemen inderdaad. En de woningen raken steeds verder in verval. Eigenlijk vanaf de jaren 20, dus 1920, dan komen er al berichten in de krant dat er bijvoorbeeld een huis ook spontaan in is gestort in de benedenstad. Dan stond er vaak op de deur onbewoonbaar verklaarde woning. Er werd niets gedaan, dus langzamerhand kwam het verval. Ik kwam hier wonen in 1956 toen mijn vader de slagerij overnam. Ik was toen 7 en ik ben op de Klokkenberg midden in de benedenstad naar school gegaan.
Hier was altijd wat te doen. Daar zat de Merano, de ijssalon. En in begin jaren 60 verkocht hij bier en was het verzamelpunt van de Nijmeegse bromnozems. En op zaterdagavond was er vaak knok. En dan kon er mooi uit dat raam, kon je alles zien. Ik heb hier heel wat voetstappen staan. Daarachter was toen een open plaats, dat noemden wij de Puin. Dat was ook een heel stenig terrein, daar hebben we veel gespeeld. Elke keer kwam er weer een plank voor eruit, want dan ging er weer wat dicht. En werd het dichtgeplankt en ging het verkrotten. Maar het had sfeer. Het was ook in de periode dat de benedenstad eigenlijk steen voor steen werd afgebroken. Ja, tot uw verdriet, hè? Ja, tot zeker tot mijn verdriet. Want het was natuurlijk een schitterend stukje Nijmegen, ook door het verval. Want woningen die er slecht uitzien, geven natuurlijk een heel mooi beeld. Hom van Zwelm vond die vervallen benedenstad zo mooi dat hij juist hier zijn trouwfoto maakte. Daar staat een hele slechte deur in met allerlei bekladdingen. En daar hebben wij pontificaal voor gestaan. Ja, en toen mijn schoonmoeder die foto zag, toen zei ze, kan je dat nou doen? Hoe kan je dat nou doen? Nou, wij vonden het schitterend. Ik hou van de oude stad zoals die vroeger was. Iemand anders die de benedenstad schitterend vond, is Jo Jansen. De oud-binnenstadondernemer heeft zelfs een maquette laten maken van het stadsdeel zoals het voor de oorlog was. Kijk, Nijmegen, 1932. Zo was het voor de oorlog. En zo had het wat Jo Jansen betreft grotendeels moeten blijven. Nou, als je dit hier ziet, namelijk, maar het is een Stevenuskerk. Ja, dat is toch uniek voor Nijmegen. Dat soort huizen vindt u dan jammer? Ja, ik vind dat jammer. Eigenlijk had de oude dingen, ook aan de grote straat. Het is heel jammer dat dit nou nieuw gebouwd is weer. Zie je dat? Maar het moest wel, zei het stadsbestuur toen, want het was zo verkrot. Ja, het was ook verkrot. Maar de Hezenstraat wou ze ook plat gooien eigenlijk. En dat vond ik wel jammer. En daar hebben we toch iets aan gedaan. Want Jo Jansen geloofde in de Hezelstraat. Hoe slecht het imago ook was. Deze straat was toch gedoemd eigenlijk, hè, om te vergaan. En de hele benedenstad was gedoemd om te vergaan? Ja, was hele benedenstad. Maar het is een van de topstraten, maar dat heb ik toen al beweerd. En voor 25 jaar terug zei ik al, dat werd de PC-hoofdstad van Nijmegen. Maar ja, iedereen lachte me uit. Maar toen begon ik al met saneren van de horeca. Want dat is het eerste wat je moet doen. Dus de winkels die komen wel. En zo had Jo Jansen graag meer gespaard van het oude Nijmegen. Als ik aan het roer had gezeten, had ik gerestaureerd hoor. Maar ja, degenen die het voor het zeggen hebben, die komen helemaal niet uit Nijmegen. Dus eigenlijk zijn de mensen daar schuld dat die uit Nijmegen niet komen. Ja, maar natuurlijk een nieuwbouw in de kop zitten. Terwijl we hier godverdomme de oudste stad van Nederland hebben. Ik hou van de oude stad zoals die vroeger was. De fleschouwers. Het meeste hadden ze op kunnen knappen, maar dat hebben ze niet gedaan. Ik heb wel duizend keren. Je had toch het meer kunnen restaureren. Misschien is er ook wel iets te veel gesloopt, inderdaad, zeker. En als ik zo eens terugkijk, waar ga je die dan vlucht? Dat is vergaande glorie. Ik vind het jammer dat het zo gelopen is. Ja, deze foto doet je waarschijnlijk meteen aan de herfst denken. Maar als je vandaag even buiten was, dan leek het meer een nazomerdag te zijn. Nou, ondanks de matige wind werd het lokaal toch nog zo'n 20 graden en bleef het droog. Morgen zal daar weinig in veranderen. In het midden van het land kan er plaatselijk een spat regen vallen. Maar verder blijft het voornamelijk droog en wisselen zon en wolken elkaar af. De temperatuur varieert van 19 graden in het noorden tot maar liefst 23 graden in het zuiden. Heel lokaal zou het zelfs 25 graden kunnen worden. En dan spreken we zelfs van zomerse waardes, zo eind oktober. Ja, in onze regio is dat niet veel anders. Droog en geregeld zon. De temperatuur bij ons komt uit op een nette 21 graden. Ook richting het weekend verandert er weinig. Het blijft voornamelijk droog en er is veel ruimte voor de zon. Ook de hoge temperaturen houden we nog even aan. Het wordt zo'n 22 graden. Pas in de tweede helft van volgende week zal dit weerbeeld veranderen.
En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Nu op RN7 kun je kijken naar onze wekelijkse filmupdate met daarin de nieuwste bioscoopfilms die vanaf morgen te zien zullen zijn. Kijk voor het laatste nieuws op onze website of in de RN7-app. Graag tot morgen!